Wat jullie hier zien is mijn afstudeerwerk. Dat heeft de titel Mijn Goud. En dit zijn voor mij mijn gouden momenten van de afgelopen tijd. Als eerst het verpotten van plantjes, het ergens voor zorgen. Echt een genietmoment dat ik gewoon even hier ben, even in het nu. Het tweede is het wandelen. Het geeft mij heel veel rust. Dat helpt om dingen echt weer even in perspectief te zien. En dan de laatste, dat is een kop koffie drinken, even een boek erbij. Gewoon even tot rust komen, halverwege of aan het eind van de dag. Mijn proces begint altijd met mindmappen. Alles opschrijven wat in je hoofd zit. En vervolgens kijken wat de overeenkomsten zijn, daar weer wat uithalen. En eigenlijk is het nooit rechtlijnig. Het loopt best wel heel chaotisch. Wat denk ik ook goed is, want dan kom je tot de creatiefste dingen.